Burgemeester Van Tijn. Goedenavond. Hoe voelt u zich nu, meneer Van Tijn? Ik voel mij beter dan ooit, omdat ik geloof dat deze spektakelblokkade iets te meer heeft bewezen dat Amsterdam een unieke stad is. Zou dit in een andere stad moeilijker geweest zijn, denkt u? Ik denk dat als ik bijvoorbeeld burgemeester van Rotterdam was geweest, wat ja. ik de hemel behoede niet ben, dat ik mij dan in een heel wat gepepperdere situatie zou hebben bevonden. Ik denk dan dat ik ook aan een 12 pelotons mobiele eenheid niet genoeg zou hebben gehad om Michel Pernis af te schermen. Ja. Maar het ging nu maar om één poortje aan de achteringang, wat natuurlijk een groot geluk was. Ja. Heeft dat te maken met het van oudsher tolerante karakter van Amsterdam? Ik dacht het wel. U weet dat ik de tolerantie hoog in het vaandel heb staan. Ik weet niet of u het geluk heeft gehad om mij 2 weken geleden nog op de televisie te zien. Dat was bij Veronica. Nee, niet gezien. Ach, dat is jammer, want daar had ik een interview met de heer Seth Gijkema. En Seth Gijkema is een ongelooflijke domme man die je buitengewoon de stupide vragen stelde. En ook nog een heel dom liedje ging zingen. En toch heb ik zonder een spier van mijn gelaat te vertrekken op al deze vragen geantwoord. Wat weer bewijst dat ik een hele tolerante man ben. Wat natuurlijk ook wel moet in een stad als Amsterdam. Ja, uw eindconclusie, meneer Van Tijn. Mijn eindconclusie is dat dit bewezen heeft, deze spektakelblokkade, dat we eigenlijk elke maand zo'n blokkade zouden moeten hebben in Amsterdam. En ik ben het dan ook volstrekt oneens met de directie van Shell. Die zegt dat het een grote reclame voor Shell was. Ik dacht dat het veel eer een reclame voor Amsterdam was, wat er is gebeurd. Fijn, dank u wel. Fijn dat u even heeft Dank u zeer. Fijn. Heel graag gedaan. Dat heb ik gedaan niet namens mijzelf, maar natuurlijk als Amsterdammer. Ja, en ik ben burgemeester van Amsterdam, ja. Dus ben ik eigenlijk zelf Amsterdam. Ja. Ja. En daarom vind ik het ook zo jammer dat dit de laatste kick op de week is. Ja, wij ook. Omdat ik eigenlijk het liefst elke week zo op de televisie zou willen zijn. Ja. Ik begrijp dat ik nu je ervan af moet. Ja, dat is niet helaas, wij moeten... Het is heel erg jammer. Ik verlaat dan ook met een grote tegenzin het beeldscherm. Ik zou er het liefst elke avond op zijn, maar ja. Het is ook niet elke avond kijk op de week. Nee. Anders zou het kijk op de dag moeten zijn. Ja. Helaas, u gaat er nu ook vanaf. Ik verdwijn met het tegenzin. Heren, graag, heel graag gedaan. Het was heel erg fijn om dit te mogen doen op de televisie. Fijn, dank u wel. Hartelijk dank, burgemeester Van Tijn vanuit Amsterdam.